verwacht je dat van mij? Nou, ik verwacht helemaal niks van u, behalve dat u gewoon normaal tegen mij praat. Oké, ik praat normaal tegen u. Zeg, nou, begin even. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik een tijdje geleden ook gedaan heb en het is super veel aangevraagd. Alleen deze keer ga ik het net op een iets andere manier doen. Vandaag ga ik namelijk bedrijven opbellen en ik ga me deze keer niet ziek melden, maar ik ga deze keer ontslag nemen. Of in ieder geval, ik ga een reden vertellen waarom ik eigenlijk klaar mee ben om daar te werken. Maar eigenlijk werk ik daar helemaal niet. Wanneer jullie deze video bekijken, is het al kerst. En daarom leek het me leuk om een kersteditie te maken. Dus deze keer ga ik de bedrijven opbellen met een kerstreden. En dat kan iets zijn wat te maken heeft met een kerstman, met kerstelfjes of gewoon andere gekke kerstreden. Jullie konden de redenen deze keer weer insturen via mijn Instagram. Mijn Instagram is bopopman. Mocht je het nog niet volgen, check het even in de beschrijving. En ga het zeker weten volgen. Dan wil ik jullie vragen om zeker weten een duimpje omhoog te doen. Vergeet onder niet te abonneren. En let's get started. Ik ga vandaag 3 bedrijven opbellen en overal ga ik een andere reden geven om ontslag te nemen of in ieder geval te vertellen dat ik eigenlijk wel klaar mee ben. Ik heb de 3 redenen gekozen die er jullie het meest waren uitgekozen en we gaan gewoon beginnen met reden 1. Ik ga je vertellen dat ik niet meer kon werken omdat dus een kerstelfje de piek van mijn kerstboom heeft gestolen en ja, daar moet ik gewoon achteraan. Ik heet trouwens vandaag Fleur, dus we gaan gewoon bellen. Ik hoop dat het goed gaat. Het is namelijk echt lang geleden. Goedemiddag, ik spreek met Fleur. Ik had even een vraagje. Kunt u mij misschien doorverbinden met de manager van de Vulploeg? Manager van de Vulploeg? Ja. Heb jij een momentje? Ja, is goed. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Fleur. Ik had even een vraagje. Ik werk nu ongeveer 2 maanden meer in de Vulploeg. Alleen, ik moet helaas vertellen dat ik ontslag kom nemen. Omdat ik de aankomende weken gewoon echt niet meer tijd heb om te werken. Want er is namelijk wat gebeurd. Een kerstelfje heeft de piek gestolen van mijn kerstboom en ik kan nu gewoon niet meer komen werken. Dus hoe moet ik dat precies doen met ontslag nemen? Wat zei je nou laatste? Hoe ik het moet doen met ontslag nemen, omdat ik dus ontslag wil nemen. Nee, net daarvoor. Iets over de piek. Wat zei je nou? Ja, de piek van mijn kerstboom is gestolen door een kerstelf, dus daar moet ik nu achteraan. Vervelend. Nou, laat me even terug, Fleur. Maar ik ben morgen niet bereikbaar. Morgen ben ik de hele dag met mijn familie weg. Ze was echt boos. Ze was echt van... Ze dacht eerst dat ik serieus was. En ze zegt dat laatste nog eens. Ik dacht, oké, ik moet die reden niet nog een keer gaan zeggen. Want dan heeft het sowieso door. Het was zo van, nou, ik ben morgen maar even terug. Fleur, ik dacht, oh my god. Ze was echt pissed off. Ze gelooft het eerst echt. Ze zegt dat laatste nog eens. Maar het laatste wat ik zei was ontslag nemen. Dus ik zeg die reden. En ze was er echt klaar mee. Ik vond het echt jammer. Maar ja, we gaan door naar reden 2. De reden waarom ik ontslag ga nemen is... Mijn rendier gaat met pensioen. En deze kan mij dus niet meer naar het werk brengen. Oké, best wel rare reden is als ik dit dan zeg. Kijk, als ik dan zeg, ja, ik heb geen vervoer meer voor naar het werk, dan denk ik ze misschien nog oké. Maar wanneer ik dan zeg dat mijn rendier met pensioen gaat en die me altijd bracht naar mijn werk, dan denk ik ze wel van, wat gaat er precies mis in je hoofd? Dus we gaan gewoon bellen en we gaan het wel zien. Goedemiddag, ik spreek met Fleur. Ik had even een vraagje. Kan ik misschien doorverbonden worden met de manager? Ik ben de manager. Nou, ik had even een vraag, want ik werk nu ongeveer 2 maanden binnen en ik moet helaas ontslag nemen omdat ik niet meer kon komen naar mijn werk. Aangezien mijn... Oké. Okay. Ik ga even de kantoor in, dan hoor ik wel beter. Is goed. Yes, zeg maar. Het is dus zo, ik werk nu ongeveer 2 maanden bij jullie en ik werd altijd gebracht door mijn rendier. Alleen die is sinds vandaag met pensioen gegaan, dus ik kan gewoon niet meer komen naar mijn werk. Dus ik moet helaas ontslag nemen. Met wie spreek ik? Met Fleur. Ja. Wat toch? Ja, ik werk dus nu... Wat zei je? Heb je al gewerkt? Heb je al gewerkt? Ja, een paar keer. Oh, apart. Dat heb ik niet gezien. Oh, ja, vorige week... Ik durf het niet meer zeker te zeggen. Volgens mij dinsdag was het, heb ik nog bij jullie gewerkt. Oké. En je had een vat nemen, zeg. Ja. Oké, je moet dat wel even zo schriftelijk doen. Oké, ja, want kijk, ik wil nog wel graag werken, alleen het probleem is dat ik gewoon dan niet meer op mijn werk kan komen, omdat mijn rendier ontslag heeft genomen, want die is mijn pensioen. Oké, dat zie je niet. Ja. Oké, nee, is goed, dan ja, moet je even met, want je weet dat ken je? Ja. Ja, die moet je hem hebben daarvoor. Oké, is goed. Hij kan wel verder regelen voor je. Is goed, ja, dankjewel. Is goed, doei. Doeg.
Deze man bleef zo chill. En ik weet niet dat het was omdat hij al door had dat het een grapje was. Want hij nam dat van mijn rendier. Hij nam het niet echt op, weet je wel. Hij dacht niet van, the fuck. Hij was gewoon van, oké, ja, is goed. Moet je even langskomen. Of hij had het gewoon echt niet door. Want deze man was oprecht gewoon echt aardig. Hij had gewoon echt zoiets van, chill, is goed. Kom maar even langs. Dus op zich, hij was wel geslaagd. Maar ik vind het jammer dat hij niet verder is ingegaan op de reden. Maar goed, we gaan gewoon door naar het derde bedrijf. Mijn reden is dat ik ontslag ga nemen omdat ik een opleiding ga volgen om kerstman te worden. Dus laten we gaan bellen. Goedemiddag, ik spreek met Fleur. Ik had een vraagje. Kan ik misschien doorverbonden worden met de manager van de Vulploeg? De manager van de Vulploeg? Ja. Nou, die staat toevallig vlakbij me. Een momentje. Is goed, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Fleur. Ik had een vraagje. Het zit namelijk zo. Ik werk nog ongeveer 2-3 maandjes bij jullie en ik kan helaas niet meer komen werken, want ik ben opgenomen tot een opleiding, namelijk voor kerstman. En dit wou ik al heel erg lang en ik kan dus niet meer komen werken. Ja? En ja, hoe moet ik dat precies doen? Want ik kan dus niet meer komen werken en wil eigenlijk ontslag nemen. Je wilt eigenlijk ontslag nemen? Ja, want ik kan niet meer komen werken. Maar. Ja, kom maar lekker langs, kan je tekenen, dan kan je naar huis, weet je wel wat je wilt doen. Ja? Ja, ik wil mijn opleiding gevolgd tot kerstman, maar wat? Komt een beetje oninteresseerd over, heb ik het idee. Ik vind het een beetje jammer. Ik heb 2 tot 3 maanden bij jullie gewerkt en dan wordt u zo, gaat u zo tegen zo'n rare toon tegen mij praten. Weet jij dit? Ja. Ja? Weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Echt waar? Ja. Vijf? Waar werk je? Wat zei je? Ik weet niet dat dit een rol van jou is. Of moet ik meespelen met je? Wil je dat hebben? Nou, sorry hoor, maar ik probeer me gewoon. Ik bel u gewoon netjes op en u wordt helemaal boos op mij. Moet ik even een week spelen? Verwacht u dat van mij? Nou, ik verwacht helemaal niks van u, behalve dat u gewoon normaal tegen mij praat. Oké, ik praat normaal tegen u. Zeg maar, we beginnen even opnieuw. Vertel het eens, wat is er gebeurd? Ik ben aangenomen voor mijn opleiding. Door wie ben je aangenomen? Voor mijn opleiding. Door wie ben je aangenomen? Bij u? Bij mij? Nee. Ik ben aangenomen bij mijn opleiding tot kerstman. Daar ben ik aangenomen, dus daarom wil ik ontslag nemen bij jullie, omdat ik daar geen tijd meer voor heb. Kerstman als kerstman? Ja. Hey meid. Even ergens anders. Ja? Ik bel je toch gewoon netjes op? Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Nee, maar ik vind het ook een beetje raar dat je zo tegen mij praat. We gaan hier gewoon een beetje smooth in, weet je wel. En hij had echt zoiets van, the fuck is dit? Hij probeert zich in te houden, want ik weet zeker dat als hij daar niet gewerkt had, ik had hem vol privé opgebeld. Hij was pissed op geworden, ik weet het zeker. En tuurlijk, ik bel hem in principe ook, ik val hem ook gewoon lachen, dus ik snap ook wel dat je boos wordt. Maar deze meneer, je kon gewoon horen dat hij zich echt zo erg probeerde te beheersen. Maar goed, het is geslaagd. Helaas zijn we dan wel weer alle redenen en gaan we nu alweer door naar het einde. Dan is dit zo weer de video en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je dit leuk en wil je een deel 2? Laat het hieronder even weten en doe zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren en tot de volgende video. Doei doei!